En dat betekent dat uiteindelijk natuurlijk ook op de lange termijn problemen voor Rusland ook gaan toenemen. Denk ook aan ammunitieproductie. Maar dat is ook in het Westen een probleem. Was het ook alweer? Oekraïne schiet per maand de granaten af die Amerika een jaarproductie voortbrengt. Nou ja, dan voel je wel dat er al heel snel tekorten zullen ontstaan. Dat is echt en nu is natuurlijk het grote vraagstuk, gaat China spullen aan Rusland leveren? Hmm. Eerst was het allemaal omgekeerd, leverde Rusland wapens aan China. Maar nu is het dan omgekeerd. En ja, dat kan ook tot allerlei heel vervelende situaties aanleiding geven. En Noord-Korea leverde geloof ik al ammunitie op grote schaal aan. Ja, van een scheef gegroeide economie gesproken. Aan Rusland of aan China? Nee, aan Rusland. Noord-Korea leverde al allerlei militaire spullen aan Rusland. Wat is het belang van China om dit te doen eigenlijk? Nou ja, naar mijn idee is dat ook de enorme aarzelingen die China vertoont in dit opzicht, want daar kun je toch wel van spreken, die geven al aan dat China ook het niet helemaal duidelijk is wat de problemen op lange termijn zouden kunnen zijn. Omdat natuurlijk heel anders dan Rusland, China, het economische succes van China te maken heeft met de volle participatie van de Chinese economie in de wereldeconomie. Het is niet een afgesloten, grotendeels autarkisch land. Nee, het absolute tegendeel is het geval. Dus in die zin zijn ze ook veel kwetsbaarder, denk ik, voor mogelijke sancties opnieuw. Dus het zou mij verbazen als China openlijk en op grote schaal militaire hardware aan Rusland zou gaan leveren. Dat zou mij verbazen. Omdat ze economisch dan pijn gaan doen. Maar ja, mij verbazen. Ik bedoel, ook Xi Jinping houdt zich in het duister op wat mij betreft. Ik heb geen idee. Ik vind sowieso de ontwikkeling in China teleurstellend, stomzinnig. Op lange termijn heel, heel onverstandig. Ja, wat moet je daar verder van zeggen? Heb je Lavrov nog gezien op die G20-top? Ja, ze hadden elkaar 10 minuten gesproken, begreep ik. Maar ik heb geen beeld gezien. Hij had ook uitgelegd waarom die oorlog in Oekraïne en volgens Rusland moest komen. En daarop werd hij uitgelachen door de collega's in de zaal. Die vonden dat zo'n raar ongelooflijk. Ja, dat was een breed kunnen. Ik begreep dat het een gespannen bijeenkomst was. Ja, geloof ik graag. Waarom gaat hij daar nog naartoe, die Lavrov? Want ja, je zou ook zeggen van... Nou, ik denk ook onder andere omdat misschien dat de Amerikanen via via hadden gezegd, we willen wel even met elkaar praten. Ja, kijk, het is nooit, hoe erg het ook allemaal is, het is nooit verstandig om alle contacten stil te zetten. Ja. Is het ook zo dat Scholz heeft ook wel gezegd, en volgens mij ook andere westerse leiders, leven geen wapens China aan Rusland, hè? Want dan ga je een lijn op. Nee, dan zijn gewaarschuwd en dan zou dan ook weer, nou, de EU bijvoorbeeld zou sancties kunnen nemen. En laten we wel wezen, hoewel je natuurlijk altijd leeft over China en de Verenigde Staten, is de EU is de grootste afzetmarkt voor Chinese producten in de wereld. Ja. Dus daar zou je misschien wel effect kunnen sorteren. Maar goed, ik denk dat de Chinezen niet gelukkig zijn met het optreden van Poetin tegen de Oekraïne. Nee, daar hebben ze geen hondendansje voor gemaakt daar in het Paleis van de Hemelse Vrede, of hoe het mogen heten. Hmm. Denk je dat als China zich echt er tegenaan gaat bemoeien en wel die wapens levert, dat het dan gaat escaleren? Nou, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Dat we zeggen, dan krijgen we de sanctiepolitiek tegen China. Dan zou natuurlijk die deglobalisering, waarvan toch al gesproken wordt, die zou dan misschien qua tempo versnellen, omdat de China natuurlijk wel een hele grote speler is in de wereldeconomie. Mm. Het is ook maar helemaal de vraag hoe ver die deglobalisering tenslotte zich zal voltrekken. Ook omdat dat natuurlijk heel diep zit, gedeeltelijk die productieketens die in feite wereldwijd zijn. Dat kun je niet allemaal 1, 2, 3 veranderen.